het over human capital hebben, dan heb ik het over jullie. Ik denk dat jullie in een zeer bevoorrechte positie zitten, allemaal. En waarom? Omdat jullie de frontrunners zijn van het bedrijf. Ik ga me eerst niks voorstellen. Ik kom uit Rotterdam, Rotterdam-Zuid, Pendrecht. Zegt iemand dat wat? Ja, wie heeft een lol in zijn werk momenteel? Wie zegt, hoe kom ik hier weg? Ja? Lower budget. And I'm a dancer, I'm not a fighter, so I dance. And I say to a guy, of course, that's possible. And then you smile like the Dalai Lama. Oh, meen je, dat is toch zo belangrijk voor je? Ja, want, kringering, kringering. Mooi zeg jij. Dan ga ik dat ongelooflijk in mijn hoofd prenten en in het back-office neerleggen, want dat is de heilige graal. Ik wil jou niet kwijt. Dat vinden wij belangrijk, want dat was toch, ja, zeg jij, dat was inderdaad de reden waarom we het gekocht hebben. Zijn bek valt open, joh. En jij zegt, compound. We doen het net iets anders, zodanig dat jij er blij van wordt. Waar of niet? Hoe doen jullie dat, professionals? En daar kan het systeem bij helpen. Als jij dat wil en als jij de zin ervan inziet, gaat het gewoon werken. Gegarandeerd. Patrick is begonnen met de why, hè? En eigenlijk heeft Jan het natuurlijk ook doorgezet over hoe je dat gemotiveerd. Aan de bovenkant zie je de prime, aan de onderkant zie je parts and service voor het spoor. Ik zou gewoon onthouden en neem ze mee in de Q&A en dan schrijven ze op en dan komen we erop terug.